heerlijk hè. Drukke dag en dan nog even met de camera op pad. Genieten van al het moois wat er voorbij komt. Ik had al mazzel, echt na, ik denk 25 meter, een mooie ijsvogel. En net heerlijk vermaakt met een heleboel leuke huismussen. Die allemaal zo mooi op zo'n beukenhaag zitten. Zijn ze gek op, hier zo'n haag zoals deze achter mij. En nu gaan we even kijken wat ik verder allemaal nog tegen ga komen. Heb er zin in, gewoon even lekker relaxed eruit. En gewoon filmen wat ik tegenkom. Let's go! Ik heb voor deze sessie wederom gewoon de camera met de 200 tot 600 mm lens erop zitten. Want over het algemeen is dat eigenlijk een prima combinatie om mee te fotograferen. Je komt iets minder ver en soms kan een teleconverter heel handig zijn. Ik krijg daar nog even een waterralletje. Maar nu is het eigenlijk prima te doen om gewoon zo te werken met gewoon de lens direct op de camera. En het mooie is gewoon is dat je ook net wat meer omgeving meekrijgt waar de vogels en de dieren in zitten. En dat vind ik eigenlijk ook alweer leuk. Plus meer licht, zeker op zo'n grijze dag als vandaag. En dan doet dat vaak wonderen voor de kwaliteit van je beelden. Ik vind het wel leuk dit. Ook een beetje de tijd nemen om de gewone vogels vast te leggen. Ook al twee keer een winterkoninkje en dat vind ik echt nog steeds, dat zou een leuke prijs zijn voor vandaag. Want die vogeltjes die zijn natuurlijk hartstikke klein en zitten overwegend in takkenhopen. Of ergens in dichte begroeiing, braamstruiken, whatever. En het is dan zo moeilijk om ze er goed uit te pakken. Ik had er net twee keer had ik een winterkoninkje die enigszins goed zat. En dan zie je toch weer, dan springt hij net weg als hij scherp gesteld is. Of dan gaat hij net achter het takje zitten waardoor je hem niet ziet. Nou, enfin. Blijft een leuke uitdaging. Verder gewoon lekker genieten van de vogeltjes natuurlijk. Want het is ook gewoon lekker om er even op uit te zijn.
Goed, ik heb wel genoeg miezer om mijn hoofd gehad. Tijd om naar huis te gaan. Toch wel leuk. Gewoon even een klein rondje. Toch leuke vogels zien. IJsvogeltje, maar natuurlijk ook alle andere zangvogeltjes die zich schitterend lieten zien. Heerlijk van genoten. Lekker even kunnen filmen. En nu is het tijd om weer lekker naar binnen te gaan. Ik hoop dat jij ook meegenoten hebt natuurlijk. En dat je de volgende keer weer kijkt. Vergeet niet even te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En een duimpje omhoog en een reactie wordt gewaardeerd. Zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!